Zo, wat er nu net gebeurt, is we schrokken best wel heel erg ervan. Ik ben gezellig met Kitty. Goedemorgen. Het is... Wat is het? Oh ja, vrijdag. Ik ben aangekleed, opgemaakt. Echt, ik word helemaal gek van mijn haar. Ik heb allemaal van die kleine plukjes. En ik krijg ze niet weg. Ik denk dat het allemaal nieuw haar is. Wat moet groeien, maar goed. Ik zal het ermee moeten doen. En mijn scrunchie is een beetje uitgelubberd. Dus die heb ik uitgedaan. Maar ik wil een nieuwe. Ik heb deze top aan van Warehouse, broekje Cash en Doen Sandalen. En ik wilde boodschappen gaan doen, maar Sarah is nog draw something aan het doen. Dat mocht van mij, dus daarna gaan we snel. Zo kan je ook boodschappen doen, het is wel lekker rustig. Ik moet uitkijken dat je mijn boodschappen niet plet, hè, Mop? Gaat dat goed komen? Ja. Ja, is het leuk boek? Ja, tuurlijk. Ja, dagboek van de muts, hè. Ik ben Sarah helemaal aan het begraven in boodschappen, echt zo grappig. Maar ze wil heel graag lezen, hè? Anders gaat het niet. Kijk, daar ga je. Doei, Sarah. Zo, wat er nu net gebeurt. We hebben dus die kar voor boodschappen. En Sarah staat op dat krattenrekje van de kar. Dus we gaan de roltrap op naar boven. En toen ging je zo helemaal schuin klappen. Ja, ze wil dus tegen mij aanleunen iets. En dat doen we heel vaak. En dan knuffelen we altijd op de roltrap. Zo, gaat die hele kar opeens stijgen. Nou, echt met al mijn gewicht die kar nog net kunnen terugduwen. En echt, lukte me bijna niet, zeg maar. Maar dan was ze dus met kar en al naar achter geklapt over mij heen. Noem maar op. Maar ja, probeer dan maar eens weer overeind te komen. Dus we schrokken best wel heel erg ervan. En het is echt super heet. Ja, het is echt heel heet in de auto. De airco staat wel aan, maar ik ga hem even harder zetten. Wat ga jij dat doen? Zo, maar ik ben echt nog een beetje geschrokken van het. We zijn weer thuis en het is zaterdag, vrijdag. Het gaat niet goed met de dagen, maar we hebben lekker pancakes. Oeh, rustig aan jij, want En ik heb scrunchies. En de stiekjes. Ik wil dus heel graag een andere. Die het weer goed doet. Oh, wacht maar even. Want die is de helft voor jou, de helft voor mij, hè? Ja. Dit zijn de dikke. Ja, neem jij dus. Nee, kijk. Wacht even. We hebben even stiekjes. Even wachten, ik heb mijn mond niet eens leeg. De helft is dik, de andere helft is dun. Oké, nou, deze zijn nog dunner. Kijk, die zijn voor jou. En die voor mij, want die dunnere zijn wat fijner voor jou. Anders is het meer elastiek dan haar bij jou. Zo, dus deze hebben we even apart. Die moet naar jouw kast. En dit naar mijn kast. Oh, heb jij er al twee op, joh? Ga je snel? Ik ben gezellig met Kitty. En we zitten een keer anders. Ja. Normaal altijd zitten we hetzelfde op de bank. Dat is onze startpositie of zo. Dus nu zijn we even spannend. Spannend bezig. Het is echt lekker trouwens vandaag. Jij vindt het een beetje warm. Ja, als je daar gaat. Ja, hier heb je er geen last van. Nee, hier niet. Wij gaan weer Quix spelen. Oh, ja, drie. Ik één, dus ik mag sowieso niet beginnen. En Kitty ook drie, dus jullie mogen overnieuw. Oh jeetje, wat een hond. Nee, kijk, nee mama, kijk. Er zit er weer wat in. Oh, ik zal zo even kijken. Oeh, nee, Kitty heeft zes. Jij mag ook nog een keer, als je ook zes wilt, mogen jullie nog een keer allebei. Eén. Nee, Kitty mag beginnen. En toen was mijn batterij net leeg. En dat was echt jammer, want het was echt mega gezellig. Sarah was ook nog gekomen met twee kindjes.
Dus de kinderen waren heel lief aan het spelen. En ik weet niet, het was gewoon grappig en gezellig en leuk en alles. En nu is iedereen naar huis. En morgen naar bed. En oh, ik probeer iets in de naam te leggen wat niet lukt. En nu ga ik nog even wat eten, want ik heb honger. Tijd om naar bed te gaan. Nou, laat, niet te laat. Kom maar ooit nog wel. Ik heb mezelf wel voorgenomen, maar vanaf maandag mag ik het gewoon niet later dan 1 uur maken. En dan volgend weekend moet ik gewoon proberen echt voor 12 in bed te liggen. Om in het ritme te komen, want ik ga echt tussen 1:30 en iets over 3 naar bed elke keer. Dus het is echt heel erg. Dus ik ga nu snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.